Hallo dames en heren, leuk om te kijken naar een nieuwe aflevering van Emily's Hopes and Fears. Ik sta trouwens eens een keertje in het level menu. Hopes and Fears. Ja. Eventjes de traditie natuurlijk doen, want ik start altijd in het hoofdmenu. Nu niet. Ik weet ook niet waarom. Maar in ieder geval, het is ook al, nou ja, niet een tijdje geleden dat ik heb opgenomen. Gisteren wel. Maar een tijdje geleden dat deze serie online is gekomen, volgens mij. We hebben weer een weekend achter de rug, dus ik wil iedereen een heerlijke week wensen. Of hebben we een weekend achter de rug? Ik heb geen idee. Volgens mij wel. Ik ga direct trouwens binnenkomen met een wat minder nieuws. Ja, we hebben natuurlijk heel veel nieuwe series. Het is inderdaad na het weekend dit trouwens. Maar we hebben inderdaad heel veel nieuwe series. En deze serie wordt daardoor dus een beetje teruggepusht naar wat minder uploads. Mocht je nou meer van deze serie willen zien, laat het zeker weten in de comments. En daarbij ben ik tegenwoordig ook best wel aan het sporten. Dus er zullen misschien in het algemeen wat minder video's online komen. De eerste video's die offline gaan, of nou ja, weggaan, zijn de weekend specials, om het even zo te zeggen. Dus bijvoorbeeld Adelantado weekend, of die we dit weekend hadden, de Gardenscapes weekend. Die video's gaan eerst weg. En daarna gaat gewoon de twee video's in het weekend weg. En dan upload ik om de dag. En dan upload ik een keertje per week. En dan upload ik gewoon niet. Ja, zoiets. Maar in ieder geval maak ik er zorgen. Ik vind heus nog wel een beetje plek en een beetje vrijheid om video's op te nemen. Het is bloedpleurs benauwd weer. Het is echt koleren. Het liefst doe ik hier mijn shirt nu uit, maar nee, dat kan helaas niet. En ja, het is ook niet helemaal gewild. Laten we het daarop houden. Ja, misschien is hij wel gewild, maar daarvoor ga je moeten betalen. Oké, but no more chocolate for now, understand? Akata katu nufa. Hey, misade. What the fuck? That's a lovely song, Tapisa. What's it about? It's about a woman who looks back at her life and doesn't regret a single thing. Oh, het begint een beetje hard te waaien. Ja, ik neem dit op like... ja, misschien moet ik dat trouwens maar niet zeggen. Dan voelen de episodes een beetje oud. Laten we zeggen, ik neem het op een stormige dag dit. Ik zat echt zelf van, what the fuck hoor ik, maar dat was donder. Oh nee, in ieder geval, tell us again about picnics. Oh, one thing I love about picnics, popsicles. Flavored ice, cherry grape, lime, nothing better on a hot summer day. Wait a minute, ice comes in flavors? Huh. Give the kids chocolate. Alright. Ik moet even kijken waar al die dingen liggen. Dat doet Patrick. Oké. Ja, maar. Oh, dat ligt hier. Dat is een nieuw product zeker. Ja, oké. Even kijken, hopsakee. Ja. Lijkt net Kevin wel, van de film Up. Goddering, tyfus, mijn benen zweten, jongen, op mijn leren fucking stoel, ouwe. Koleren. Of het nou echt of synthetisch leren is, weet ik veel. Ik denk synthetisch, maar koleren, wat een zweet. Oh, ik moet gewoon recht gaan zitten voor een keer in plaats van tegen mijn leuning aan me leunen, omdat anders mijn hele rug bezweet is. Christus. Ja, het is wel chill dat Patrick dat doet. Dan hoeven we alleen nog op te klikken. Een beetje cheesy moet ik zeggen, maar op zich, het werkt toch? Dus boeien. Hopsakee, we hebben ook gewoon lekker een schoonmaker, eindelijk. Het is een keertje tijd. Melk is goed voor elk, behalve als je er allergisch voor bent. Of je het echt niet lekker vindt. Dan is het niet zo goed voor je. Zo, flinke flits. Heerlijk. Godverdomme. Doe nou gewoon.
Nou, straks horen jullie misschien ook nog eens donderen in het blikje en alles. God, koleren, man. Nou ja, eventjes over dat ding wat ik net vertelde over dat sporten. Ah, tegenwoordig sport ik een beetje en ik ga steeds vaker naar gewoon lekker sporten en het gaat allemaal wel lekker en prima. Alleen ja, uiteindelijk heb ik ook werk over een paar maanden. Ja, eigenlijk nog minder dan een maand. En dan blijft er toch weinig tijd voor video's over, helaas. Dus ik zou altijd proberen te blijven uploaden, dames en heren. Maar als ik echt geen tijd meer heb, sorry, alvast. Maar er staat altijd genoeg te kijken en je kunt ook altijd meer video's zien in mijn TG Discord server. Want wij hebben gewoon een videoarchief. Alle video's die ik offline heb gehaald. Je ziet wel eens video's offline gaan op mijn kanaal. Maak je geen zorgen, ze worden niet verwijderd. Ze worden alleen offline gehaald omdat ik gewoon de kwaliteit simpelweg te slecht vind om te tonen aan mensen. Dat ik dan zo zit zo van, nou, als mensen dit zien. Ja, ik weet niet wat ze van me denken, maar dan denken ze toch echt zo van, nou, deze jongen spoort niet. Of weet ik veel. Dit is geen leuke content. In een videoarchief van de Discord server, dus join zeker de Discord server. Ik ben vaak veel actief in de Discord server en ik vind het altijd gewoon zo gezellig en leuk om met jullie te kletsen, joh. Het is geweldig. We bouwen gewoon tegenwoordig een kleine community, weet je. En het is zo fijn. Hier, dit is de eerste keer dat ik die fucking hond gebruik. En het is niet eens nodig. Ik zag hem toevallig zitten en ik dacht, oh, ja, dat beest kunnen we ook nog gebruiken. Oops, oké. Ach, yeah. Oh ja, als het goed is, upload ik dit op 3 of 4 juli of 5. En dat betekent... Ja, nee. Want ik heb laatst weer een opname voor TG Podcast gehad. En ik loop al best wel wat dagen vooruit. Ook puur vanwege de sport heb ik expres zo gezorgd dat ik vooruit liep. Maar, Ik loop dus iets vooruit. Alleen ik weet niet wanneer de podcast online komt. Dus, Nou, misschien gooi ik hem in het weekend of op vrijdag online. Kan ook. Vrijdag, vorige weekend vrijdag. Of ja, dit weekend. Nee, vorige weekend vrijdag. Dus het weekend wat hiervoor dus was. Ja, in ieder geval, mocht je de podcast dan hebben gezien. Ik hoop dat je hem leuk vond. Mocht je hem nog niet hebben gezien. Ik hoop dat je hem nog gaat kijken. En mocht je hem nog helemaal niet willen kijken omdat die nog niet online staat of iets. Ja, oké. Nou ja, ik kan er weinig aan veranderen toch? Dan kijk je toch lekker niet, maakt maar uit. Jongen, jongen. Zo. En gaan we weer niet het expert doel halen? Ik denk het niet. Ik ga heel eerlijk zijn, ik denk het niet. Met die taart zo. Zo. Kjoleren. Ik weet niet of jullie dat op camera kunnen zien. Maar dat gaat er flink aan toe. Nou ja, het maakt ook niet zo heel veel uit. Maar goed. Trouwens, wat ik wel kan zeggen... Er komt sterker nog, er komt niet één podcast aan die misschien al online staat. Nee, er komt nog eentje aan die ik nog niet heb gemaakt. Maar wel binnenkort ga maken. Voor mij nu volgende week. Ja, eigenlijk precies volgende week. Over 6 dagen. Dus, hey, je kunt... Er blijft genoeg podcasts komen, dames en heren. Het is gewoon altijd leuk. Hey, we hebben hem wel gehad, het doel. Oh, chill. Nou, sterker nog, we hebben 166 eroverheen. Nou, dat is helemaal prima. Mijn haar is, ik weet niet. Lang. Tell us about hush puppies. Oh, well, like it, I said, it's a chain of fast food restaurants where you can order fish and chips. Those are fried potatoes, right? Let's see, they have fried shrimps, baskets, clams, strips,
even lobster. Any seafood you could want, all you have to do is tell the waitress. Sounds like heaven. He looks well. He wishes not to be to go home, but to go north. He will not survive. If he does not try, it is his daughter who may not live. Then he will surely die, and so will his daughter. Better he go home to have another child with his wife. Either way, he leaves tomorrow morning. God damn. God damn. Wat een zielig figuur, man. Jonge, jonge. Nou, zoals we zien. 1, 2, 3, 4. Ik denk niet dat hij morgen weggaat. Nou, laten we lekker dit level spelen. We hebben gewoon alles in deze store gekocht. Koleren. It's time for you to return home. The way in north is way too dangerous, even for us. I don't care. I'm going north to find the monastery my grandfather found. As soon as I can find the way, I thought as much. I will guide you then. You will? Rather than have you remain here and poison my village, yes. Besides, I am old. It is nearly my time. I don't want anyone else risk their lives for me. You have to put more than that risk by coming here. Our culture, our traditions, our language, everything we are trying to save will fall through the ice unless you move from this place. Tapisa just wants to do the right by her child. Can't you see that? I will give you some time to say your goodbyes to Tapisa, then we will leave. Alright. Don't give the kids any weapons. Wij zijn Nederlands, dus dat moet lukken. Mochten wij nou in Amerika wonen, was het wat moeilijker. Kijk, het zou een moeilijke challenge zijn als het zou zeggen, don't give the kids any vapes. Maar ja, tegenwoordig betalen ze gewoon €20 voor een vape. Oh ja, dit kind wil dan een pijlenboog en een knife. Dus gewoon twee wapens. Gaat die niet gebruiken, of gaat die niet krijgen hoor, op rotten. Ja, je hartjes kunnen weg hoor, doei. Rot maar lekker op. Godverdomme. Op rotte kutkind. wacht eens even. We spelen nu als Patrick, godverdomme. Ah man. Lap. Even kijken. Ik ben ook moe na alle sporten, jongen. Kijk, voorheen groeide ik gewoon een beetje en deed ik gewoon een beetje, ja, normale workouts. Alleen, tegenwoordig, we gaan een paar levels omhoog. Ik bedoel, nu is het echt eventjes zwaar, weet je wel. Nu ga ik het echt gewoon eens een keer, godverdomme, doen. Maar ja, daardoor ben ik wel dus moe. En dat is een probleem. Maar ja, weet je. Boeien. Weet je, je kunt het zo zien. Gisteren was ik ook moe en had ik 10 video's opgenomen. Ja. Yeah. Ik bedoel maar, hè. Moe en video's opnemen. I don't fucking care. We doen het gewoon. We strijden door, jongens. En jullie blijven doorkijken. Want ik wil jullie nog steeds hartstikke bedanken voor alle support op mijn kanaal. Want de support is echt niet normaal groot. En daar ben ik jullie allemaal stuk voor stuk dankbaar voor. Echt. Het is heel mooi om te zien. Dat zelfs na de famous dagen, om het even zo te zeggen. Dat ik echt TikTok viral ging 2 keer. Dat het, ja. Dat ik nog steeds zoveel views heb. Want mijn kanaal gemiddeld qua kijkers is zeker omhoog gegaan. Voorheen had ik ongeveer 5 views per dag. 5 à 10 meestal ongeveer. Nou, ik kan je vertellen. Dat kanaalgemiddelde op dit punt ligt op 25.
Ja, dat is toch wel even netjes. Dus ik wil iedereen ontzettend bedanken. En ook een tijdje geleden, toevallig de dag dat ik dit opneem, hadden we ook weer iets van 80 views op één dag. Zonder dat ik überhaupt iets van een TikTok opnam of iets. Dus dat is best speciaal. Zonder dat ik een nieuwe serie maakte, zonder dat... Ja, weet je wel, best apart vond ik dat. Maar, hey, jullie zijn er. Ik ben jullie ontzettend bedankbaar. En jullie mogen dat ook zeker weten. Dus, ja, iedereen echt ontzettend bedankt voor de support. En, daarom is de Discord tegenwoordig ook open. Ook omdat het democratisch beslist is. Ik vroeg aan de server, wie wil de server open hebben? En heel veel mensen voten voor, ja. Nou ja, heel veel. Twee mensen voten voor ja. En mijn foto ging ook eigenlijk iets meer naar de ja toe. En sindsdien is de Discord ook echt... Nou, in die ene dag dat ik het aankondigde, hadden we iets van 20 extra members. Ja, dat is mega, want daarvoor hadden we 18 members. Dus de Discord is gewoon keer 2 gegroeid, om het even zo te zeggen. Dat is lijp. En ja, dus we hebben nu een soort van kleine community. En ik ben iedereen echt nog steeds ontzettend dankbaar. Ik kan het gewoon niet vaak genoeg zeggen, want het is gewoon zo. Dus ja, en ik zie... En ik merk dat ik hier een klit in heb. Dus dat is heel kut. Daarom wil mijn haar niet lekker zitten. Maar ja, dat krijg je als je doucht. Met lang haar. Want hoe ik mijn haar afdroog... Ja, misschien is het een beetje... ja, raar om te vertellen. Maar ik doe gewoon zo met mijn handdoek. Gewoon de hele tijd. En dan... weet je, uiteindelijk zie ik wel. En dan heb ik in één keer allemaal klit in mijn haar. En dat kan ik er nog altijd weer uithalen. En dat doet gewoon weer pijn. En blablabla. Ah ja, pijn. Ja, soms af en toe. Godverdomme, ik klik op haar. Fucking Patrick. We hebben nog niet eens 1 ster. Wat de? Hoe dan? Oeh. Nou, die 3 sterren gaan we er sowieso niet halen. Nou ja, we hebben 1 regel hier op het kanaal. Of nou ja. Als we een game zoals dit niet halen, dan weet je, als we in 1 aflevering alle levels niet 3 ster halen, dan zet ik hem een standje lager en wordt het even wat makkelijker voor mij om te doen. Want ik heb niet de hele tijd zin om terug te spelen en terug te spelen en terug te spelen. Jullie begrijpen het denk ik ook wel. Zoveel tijd heb ik nou ook weer niet. Tegenwoordig niet. Maar, heerlijk. Ja. Yeah. Weet je wat wel altijd lekker is dan TNG Classics? Ik speel gewoon een beetje een rustige game. Jullie lopen gewoon lekker rustig te luisteren met misschien wat eten erbij. Zeker een aanrader uiteraard. En ja, ik rambel maar gewoon een beetje. Ik praat een beetje over ja, het actuele van mijn kanaal. En het actuele van mezelf. En gewoon ja, een beetje lekker lullen toch? Ik bedoel maar niks mis mee. Dus ja, vind ik altijd wel lekker. Een beetje, ja, iedereen bedanken voor alles en, hè? Oh, ah, net niet. Ah, dat is jammer. 36 er vanaf, als het goed is. Chocolate. I haven't seen the... Tapisa all day. Is there time for me to say goodbye still? Tapisa has gone. She was worried about Chicago falling through the soft ice. So she went scouting for safe passage out of the village. We must find her. Oh god. Oh god. Uh oh. Ze is ook nog eens zwanger, hè? Oh, nee. Oh, nee. Plons. Hij is helemaal moe. Goddamn. Well, she's dead. Quickly, take her to the sweat lodge. Zo. Ja, hij loopt nog steeds te zweten, man. Jezus Christus. Ja, helaas. Maar in ieder geval, dames en heren.
Ik wil jullie ontzettend bedanken voor het kijken naar deze aflevering van Emily's Hope's Fears. Mocht je namelijk genoten, zie je zeker op later. En vergeet niet te abonneren, mocht je dat nog niet gedaan hebben. Vergeet niet het belletje te drukken voor je eigen gemak. En dan, kan ik nog maar een paar dingen zeggen. En dat is hier zie je een video die speciaal gerecommandeerd is door YouTube voor jou. En daaronder zie je de TG Classics playlist. Dus ik zie je graag in mijn Discord verschijnen. En tot de volgende keer. Doei doei. Check mijn linktree in de beschrijving.